We staan hier bij de Verhalenboom. En de Verhalenboom is een activiteit van de Stichting Historisch Hoevelaak in het kader van 75 jaar vrijheid. En de stichting die heeft het idee ontwikkeld samen met Guus Meijer, dat is de geestelijke vader, om een verhalenboom te plaatsen zoals je die hier ziet staan. En de bedoeling is dat we mensen vragen om hun verhaal, hun gedachten, hun herinnering aan de bevrijding, maar überhaupt het thema vrijheid, wat dat voor ze betekent, om dat te beschrijven en die vervolgens in een bal in de boom te hangen. En dat hoeft helemaal geen herinnering aan de oorlog of de bevrijding te zijn, maar het kan ook gewoon een gedachte zijn over wat betekent vrijheid voor jou. En met name in deze tijd waarin we ook beperkt worden in onze vrijheid, heeft dat ook wel misschien bepaalde gedachtes. Nou, we willen iedereen vragen die daar iets over wil vertellen, om die reactie te mailen aan info@hoevelaken75jaarvrijheid.nl of te zenden aan postbus 235 3870 Cornelis Eduard in Hoevelaken. Wij zullen uw verhaal dan in de boom hangen en we hopen dat de boom helemaal vol komt te hangen. En we zullen eind van het jaar zullen we alle verhalen verzamelen en die gaan we dan uitbrengen in een publicatie waarin we de verhalen terug kunnen lezen als herinnering aan een gedenkwaardig jaar.